Nou, meneer Van Velsen, hartelijk welkom. Fijn dat u de gelegenheid had om ons te ondersteunen vandaag met de start van de flyeractie. Wat is ons doel nou eigenlijk? En dat is heel typisch. Gisteravond heel laat zat ik nog gemeenteraadstukken te lezen om 11 uur. Kwam ik een ingezonden brief tegen van de voorzitter van het innovatieplatform. Die had een ingezonden brief gestuurd. Die staat voor komende donderdag staat op de lijst. En ik vond het heel bijzonder wat die man schreef. Dus ik heb het maar letterlijk overgenomen. Dus ik zal het even wat voorlezen. Want zoals hij het schrijft, daar doen wij het ook allemaal voor. Hij schrijft op het eind van zijn brief: als innovatieplatform hebben wij destijds gepleit voor een aantal projecten die de economie zouden versterken. Deze projecten zijn vrijwel allemaal gerealiseerd en we leveren op dit moment een aanzienlijke bijdrage. We staan nu echter op een keerpunt en verdere ontwikkelingen, uitbreidingen en verblijfsrecreatie en bebouwing zou naar mijn mening betekenen dat het kind met het badwater weggegooid wordt, zegt hij nu. Als we niet beter gaan zorgen voor onze natuur en ons landschap, verliezen we ook onze aantrekkelijkheid als kop van Goeree. Dat is zeker niet in de lijn met het gedachtegoed van het innovatieplatform destijds. Ik vond dat een stevige brief. En dat sluit eigenlijk precies aan met hetgeen wat natuurlijk Outdoor voorstaat. Wij zijn hier al 3 jaar mee bezig, wat die beste man nu schrijft. Wij hebben al 3 jaar geleden gezegd, het gaat ten koste van de natuur, van het landschap, maar ook van de cultuur van Oudorp en van de kop van Goeree. En Oudorp is nu eenmaal een christelijke gemeente, dus het gaat ook ten koste van de zondagsrust, als er heel veel gebouwd en heel veel recreatie komt. Dus wij zijn uiteindelijk wel blij met die brief die dat platform nu gaat schrijven. Dus wij zijn daar wel blij mee. Nou. En wij gaan vandaag starten, huis aan huis, met 5200 flyers wordt het bezorgd in de kop van Goeree. En we vinden het bijzonder fijn dat u als eerste de flyer over wil nemen van ons. En daarmee de actie wil starten. Ik ga hem u aanbieden. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik hoop dat u hem invult. En ik heb het al eerder gezegd. Ik heb nu weer het gevoel dat we gemeente Goeree even zijn. Dat is maar een paar minuten, denk ik, vandaag. Maar ik heb het gevoel wel. Het is niet meer zo. Dus hartelijk dank dat u er was. Ja, ik zou zeggen, veel succes. Ja, dank u wel en dan gaat u goed. Ja, dank u.